Lenneke, op het middagconcert 9 augustus ga jij in Delft als eerste de complete cyclus van Micha Hamel zingen. Heb je bepaalde liederen uit die cyclus al gezongen eerder? Ja, ik heb er 2 gezongen. Die heb ik vorig jaar in wereldpremière gebracht. Of in première, moet je dan zeggen. Daar schaaft hij nog een klein beetje aan. Hij heeft er volgens mij in totaal 4 gemaakt. En er moeten er uiteindelijk 8 komen. Die 2 heb ik gezongen. Dat is echt werkelijk prachtig. 2 heel diverse stukken. 1 heel langzaam en lang en heel sneu. En eentje heel fel. Dat is volgens mij het laatste stuk waarin alles in de liefde weer helemaal goed komt. Maar er zijn dus 6 volledig nieuwe stukken nog. En wat voor soort muziek is dat als mensen Micha Hamel nog nooit hebben gehoord? Ja, dat is lastig te zeggen. Micha is wel heel erg Micha. Het is ontzettend heel kleurrijk, maar ook heel erg subtiel. Dus als hij bijvoorbeeld orkestwerken maakt, dan heeft hij de meest bizarre combinaties die hij heel snel met elkaar afwisselt. Ik vind het zeer gepassioneerde muziek. Dus ik kan er zelf ook heel erg veel mee. Voor de stem is het vaak een gigantische range, dus van heel erg laag tot heel erg hoog en alles wat ertussen zit. Maar dus die flexibiliteit en die extreme, die maakt het voor mij eigenlijk heel erg interessant. En de teksten, het thema van het concert is, en de Fransen zeggen l'amour. Is het allemaal vrolijke liefde, is het dramatische liefde of is het van alles wat? Het zijn teksten van Paul Éluard. En hij heeft ze zelf samengesteld, Micha. En het idee is dat het een cyclus wordt van 2 geliefden die eerst bij elkaar komen. En daarna samen een hele moeilijke periode doormaken. Waarin ze zelfs uit elkaar gaan een hele tijd. En dan wordt dus de leegte van die persoon dan weer tot klank gebracht. En uiteindelijk komen ze toch... Nou is het een beetje vaag of ze uiteindelijk weer bij elkaar komen, maar het dus de leegte wordt uiteindelijk wel weer opgevuld. En de begeleiding, is dat met piano of? Nee, de begeleiding is met strijkkwartet. Strijkkwartet, ja. Aha. En dat is allemaal voor het eerst op 9 augustus, het middagconcert. Juist. We kijken ernaar uit. Ja.